nou bij de startopstelling dat het even fout ging? Volle vaart midden door. En het is toch weer die Davy Veldman die daar de koppositie neemt. En dan zit het hier, dus de korstteam zit er dichtbij. De twee witte machines die zitten daar dichtbij. Drie witte machines bij elkaar. En volgens mij zijn dat Eddie van Venema. Maar Davy Veldman die lijkt. Die lijkt het binnen toch. Die gaan er mee. Lars Jansen of Loriteris. En nummer 55, Stefan Deen. Ja, die moet dit licht een beetje uitdoen in deze marge. De machines die komen steeds niet erbij. Veneman die gaat wat proberen. Maar Veneman is nog niet uit het veld geslagen. En daar zijn ze erbij. Kijk, wie gaat er binnen door? Is het Lorkeers die daar binnen doorgaat? Die daar op een hele subtiele manier naar de leiding gaat nemen. Veldman die vochten, die streden en hij zag het gaatje en weg is die. Ja, de tweede man en ook de tweede plaats over. Maar de Veldman van de eerste plaats nu zakt die zachtjes terug naar een derde plaats. En Lars die zit daar nog op in de buurt. Lars Jansen of Lokeers. Lokeers zit er naar binnen toe. Hoi! Ai, en daar gaat het fout, in 96. Gaat daar ook de wacht. Zijhof pikt daar de wand mee. En Venema maakt dat wel. En dat betekent dus dat jij die vrouw van Venema die tweede plaats heeft. Want de kies komt op ineens op de derde plaats. En ik denk dat Kwarnald Tijhoff zijn achteras heeft verspeeld. En dan kan Mark Venema nog wel een grote verleden van maken. Die kan mooi eens doorrijden. En die telt op de donder. Die jonge god. Die jonge god die rijdt nu naar de tweede baas. Maar die kijkt nog even naar Tromp. En wie komt daar aansluiten? Dat is Lars Jansen of Lorkeers. Met de Kazaki. En Venema die houdt er nu even rustig voor gezien. Die denkt van, lach aan, ik heb een tweede plaats. Maar nu komt het gebeuren. Het Wierdense crossteam, komen die daar dichterbij nu? Gaan zij hier in de thuiswedstrijd nog wat doen? En daar is hij bij. Hij klopt nu aan de achterduur. Die komt nog steeds bij Frank Pijpers, de landbouwmonteur, ja, en op de achterwielen, mooie wheelie maken, Lars.
Maar is het nu toch genoeg? Hij moet nu die laatste meters, moet hij het flikken. Mark Venema, Bob, de bal in Groningen neemt hem mee. En is het er nog net Frank Pijvers die daar naar even een plaatsje opschoot.